Het schattigste strandhuisje van Zandvoort. Wat vinden jullie? Ze dat voor waar, dat als jullie toch eens zien hoe mijn koelkast eruit ziet. Wij hebben het plan om de baby sowieso tweetalig op te voeden. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Het wordt een prachtig weekend. Ik ga lekker naar Zandvoort, naar familie toe. En daarvoor moet ik nog langs het tuincentrum, want die hebben samenwerking met, dat maakt niet uit, voor Instagram. Maar dat gaat om planten. En voor die samenwerking moet ik die planten nog even fixen. Dus ik ben helemaal in de stijl met deze rok. Zo'n geluksmomentje als je dan weer iets vindt wat je aanpast tijdens je zwangerschap. Ja, let's go! Oké, we zitten. Als er iets is wat ik haat, dan is het om een auto te vullen met bloemen en planten naar het tuincentrum. Want die dingen zijn zo kwetsbaar. En er zijn hier duisteren en rotondes, dus je vliegt alle kanten op in de auto. Ik ben altijd bang dat ik, voordat ik thuis kom, ze al kapot heb gemaakt. En nu moet ik een heel end met ze rijden, want ik ga naar Zandvoort. Maar ik heb hier de twee grote planten staan. Ik hoop dat ze blijven staan. En in de achterbak nog het een en ander. Het is één grote troep in de auto. Laten we gaan. Ik heb zin in vandaag. Nou, there we are in dit ultra schattige huisje. Ik geef jullie zo even een kleine tour. Dit zijn alle planten. Ik heb allemaal manden en bakken mee. Ik ga er nu wat moois van proberen te maken. Ik vond deze zo leuk. Dit is een bougain. Wacht, ik heb geen idee hoe je dit uitspreekt. Op de Spaans of Italiaans? Bougainvillea. Oké, jongens, welkom bij het schattigste strandhuisje van Zandvoort. Kijk even wat knus en wat gezellig. I love it. En het uitzicht, jongens, dat je hier hebt. Zo op de zee. De zee is echt hier een paar stappen vandaan. Hier hebben we nog een zithoek om te lezen 's avonds. En we hebben hier het eethoekje. Hoe schattig is dit? Die hanglamp moet ergens komen. Ja, die moeten we nog een plekje geven natuurlijk. Echt heel leuk. En dan is dit het keukentje. Dat is niet opgeruimd. En dan is dat het slaaphok. Daar komt nog een tweepersoonsbed. Daar ligt nu allemaal troep. Dat gaat weg. Komt een matras. En daar komt een rolgordijn voor. En dan kan je daar lekker slapen. Morning. Er komt zo iemand dit krukje ophalen. Dus die zet ik even hier. En in de tussentijd ben ik de boekenkast aan het leeghalen. Ik heb hier een doosje met allemaal boeken die nog goed zijn en die ik al gelezen heb. Die gaan het liefst naar de kringloop of zo. Maar ik dacht, weet je wat ook wel slim is? Ik kan ze ook hier buiten zetten. En met grote letters erop gratis of meenemen. Want ik woon in een winkelstraat. En dan pakt iedereen gewoon mee wat hij leuk vindt. Oké. Ik ben nu een beetje redelijk hopeloos, want het bureau is net opgehaald. Maar ik kreeg net een berichtje dat de kasten ook vandaag om 5 uur, dus over 1,5 uur opgehaald kunnen worden. Maar mijn kast zat echt nog behoorlijk vol. Dus ik ben nu heel snel alles eruit aan het trekken. Kijk even wat een troep. Ik heb ook alvast kleding in dozen gedaan. Dit is een doos met kleding die naar Spanje gaat. De kasten zijn nu wel leeg, maar nu alleen nog even wat erop staat eraf halen. En deze dozen die behoorlijk zwaar zijn naar een andere ruimte brengen. Zodat die kasten er straks uitgetild kunnen worden. Ja, het is me een bevalling allemaal. Buenos dias! Het is vandaag... wat is het eigenlijk? Woensdag? En
Ik ben al de hele week een beetje... Want zaterdag of zondag staat er iets heel leuks op de planning. Dan wordt namelijk mijn baby shower gevierd. En eigenlijk is het helemaal niet de bedoeling dat ik dat weet. Maar omdat ons leven op dit moment zo'n chaos is, moesten mijn vriendinnen wel laten weten op welke dag dit zou plaatsvinden. Omdat ze er natuurlijk zeker van moesten zijn dat ik in Nederland zou zijn. Dus ik kreeg echt al weken terug te horen, wat je ook doet, je moet in Nederland zijn op die en die dag. Ja, dat is zondag. En verder weet ik niks, maar dat is wel heel erg leuk. En het fijne daaraan is dat ik toch al een beetje kan plannen. Dus ik heb expres voor vrijdag nog even een bezoekje aan de kapper ingepland. En wat betreft outfits kon ik natuurlijk al nadenken over wat ik aan zou doen. Nou, jullie weten dat ik met Guts & Goestas samenwerk. Ik heb Guts gevraagd om mij 3 looks op te sturen. Potentiële babyshower looks. En zo deed hij het. Dus laten we even gaan kijken naar de opties. Mijn hele garderobe bestaat trouwens nu uit Guts & Gusto. Het is echt niet normaal van wat ik hier nog heb hangen. Want dit is, inclusief de jurk die ik nu aan heb, wat ik de komende 2 weken ga dragen in Nederland. Je gaat me veel in dezelfde jurken zien. Want jurken zitten gewoon lekker. Ze zijn makkelijk te dragen. De meerderheid hoef ik ook niet te strijken. En het is straks ook makkelijk op te vouwen om mee naar Spanje te nemen. Dus ik hoop dat het wel mooi weer blijft. Want als het ineens koud wordt, dan heb ik niks om aan te trekken. Maar goed, er hangen hier 3 jurkjes bij die jullie nog niet hebben gezien. En 1 daarvan wordt de jurk voor de baby shower. Dus laten we ze gaan passen. Jurkje nummer 1. Het zijn allemaal gewone jurkjes, niet per se voor zwangeren. Maar ze zijn wel allemaal zwangerschapsproof. Dus er zit allemaal lekker veel rek in. En je kan hier, als het goed is tot het eind van je zwangerschap, lekker mee flaneren. En lopen. Dus dit is het eerste jurkje. Dit is precies hetzelfde model als het jurkje die ik net aan had. Maar dan een ander printje. Hij zit heerlijk. Heeft ook allemaal knoopjes hier beneden lopen. En wat ik altijd wel fijn vind. Mocht je dit een beetje te bloot vinden. Er zit hier een heel discreet knoopje. Dat je zo even dicht kan klikken. Tadaa. Love it. Vind jij niet? Hoe geweldig is dit? Ik heb niet heel veel korte jurkjes meer tegenwoordig. Misschien ook omdat ik nu al 2 jaar in Nederland zit. Is niet heel vaak nodig natuurlijk. Maar deze is helemaal mijn ding. Heerlijk voor over een bikini als je van het strand komt of daarna lekker gaat eten. Maar ik vind hem ook wel echt chic genoeg voor een etentje. I love it. Deze hakjes erbij. Heel cute. En ook hier weer genoeg ruimte. Oké, I saved the best for last. Deze is heel extra. Tadaa! Wat een heerlijke jurk. Oh, je kan hier gewoon echt in zwemmen. Heel erg fijn. Ik denk dat dit hem wordt. Ja, ik vind echt deze, ook door die mouwen, is het even net wat meer extra. En leuk voor een speciale gelegenheid. Hij zit echt heerlijk. Ik moet eigenlijk even helemaal laten zien. Die kleur. Wat vinden jullie? Ja, ik denk echt dat dit een wordt met deze hakjes. Mijn haar een beetje mooi gedaan. Mocht je nou ook wat willen bestellen, dan heb ik een hele fijne kortingscode voor je. LauraBreide20 voor 20% korting. Ook op sale items en geldig tot en met 31 mei. Dus wees er snel bij, want de populaire jurkjes die gaan altijd heel snel bij Guts & Gusto. En ik vermoed dat dit er een van is. Eigenlijk allemaal die ik net aan heb gehad. Love it! Kleine huizen update vanuit Spanje. We hebben de kraantjes vervangen door zwarte kraantjes en knoppen. En het lijkt net nu of er een hele nieuwe wasbak in zit. Die waren nog perfect, ook van goede kwaliteit. En, ja, we hebben een prachtige zwarte douche opgehangen. En dit staat eigenlijk nog veel beter bij de badkamer dan ik had durven hopen. Maar nu kreeg ik deze foto erachteraan gestuurd. Toon, wat is dit? Toon is 1,86. Ja, er zit natuurlijk een liggenbad onder. Maar dit is wel een beetje krap. Help, mijn man is klusser, jongens.
Ik hou mijn hart vast wat betreft de keuken. Die ziet er op dit moment zo uit. Alles is eraf getrokken om het straks goed te kunnen verven. Maar dat schilderen, dat zou al een week geleden gebeuren. Dus ik ben benieuwd. Voor mijn gevoel heb ik al een hele dag erop zitten, omdat ik vroeg opstond. Maar ik ga over een uurtje lunchen met Nadie op het strand. Kijk ik echt naar uit. Even helemaal disconnecten. En zo fijn om iedereen nog even te zien voordat ik ga. Dus dat staat op de planning. En dat betekent lekker je dag. Hey guys, goedemorgen. Ik heb het warm. Ik ga nu de deur uit. Ik ga richting Gouda. Ik heb daar afgesproken met Lotte om samen te lunchen. Super gezellig. En ik dacht, ik koop nog even wat leuks voor de nieuwe woning. Ze woont er al een tijdje. Maar ik heb nog niks ervan gezien. En dat ga ik nu ook niet doen. Maar wel leuk om iets kleins mee te nemen. Dus ik heb deze prachtige schap gekocht. Ben ik zenuwachtig. Moet je even zien wat het mooiert. Love it. Die ga ik nu inpakken met dit ook te schattige inpakpapier van de Sustainable Green. Oké, en dan gaan we de deur uit. ¿Qué no se va a acordar de mi voz? Por eso tienes que hablarle. No se va a acordar ahora cuando venga. Venga, dile algo para que se acuerde. Estoy hablando normal, así seguramente quizás tiene un ligero recuerdo de mi voz así. Ik kreeg dus op mijn kop van de tandarts. Of van de mondhygiëniste. Dat ik moet flossen. En dat hoor ik echt al jaren. En het is zo erg. Maar ik kan me er niet toe zetten. En elke keer als ik van de mondhygiëniste kom. Dan koop ik weer zo'n pakkie. Of ik zeg flossen, stoken eigenlijk. Maar ik doe het gewoon niet. Maar nu hoorde ik dus de laatste keer bij de mondhygiëniste. Dat ik het op elk moment van de dag kan doen. Ik dacht eigenlijk dat het moest na het tandenpoetsen. Of voor het tandenpoetsen. Zeg maar het eind van de dag. Als je niks meer gaat eten. En dan kom ik er gewoon niet aan toe. Maar toen zei ze, leg ze ergens neer. Waar je sowieso weet dat je ze ziet. Dus ik heb ze nu de hele tijd op tafel liggen. Ik neem ze nu mee de auto in. En ga in de auto lekker stoken. Verder was wel alles goed, maar ze zeggen dat je dan heel snel gaatjes kan krijgen als je dat niet doet. Nou, ik moet zeggen, ik heb nooit gaatjes. Maar mijn tandvlees schijnt wel iets te veel opgetrokken te zijn. Omdat ik te wild poets. Heel benieuwd. Wie van jullie eerlijk zijn, stookt en flost er? Oh ja, nog even een shout-out naar mijn wimpers. Want die zijn gewoon helemaal weer de oude. Sinds ik dat wimperserum gebruik en die krultang, perfect. Ik heb het idee, kijk dat wimperserum in 2 weken zie je helemaal geen, of in 1 week zie je geen effect nog. Maar het lijkt wel alsof er een soort laagje op mijn wimpers door ontstaat. Waardoor de mascara beter pakt. Ik weet het niet, het is een theorie. Hoe gaat het met je, Lot? Ik ben even een drankje aan het uitkiezen. Was het lekker? Ik heb helemaal niet gefilmd wat we gegeten hebben. Het was heerlijk. Nee, het was echt wel heel erg lekker. Hoe was dat voor jou? Heel erg lekker. Ja, het was echt top. Je hebt me niet horen klagen, dus dan is het goed. Je hebt gesmolten kaas. Dan ja, dan is het goed. Wat zit erbij? Ja, zeker. Als jullie toch eens zien hoe mijn koelkast eruit ziet. Ja, ik schaam me er ook niet voor, want het zijn hectische tijden en om dat leuk te houden moet je jezelf zo makkelijk mogelijk maken. En dat doe ik niet door te koken. Als ik daar nog rust in zou vinden, dan wel, maar dat is niet het geval. Dus mijn koelkast staat vol met dit soort maaltijden. Deze. We hebben nog meer. Deze. Deze. Heel erg. En ik heb nu voor mezelf deze gemaakt. Gemaakt. Heerlijk. Sorry. Maar dan moet je het niet als het makkelijk kan, toch? 200 gram groente in, dus ik ben helemaal tevreden. Ik kies die maaltijden dus wel op de hoeveelheid groente die erin zit en of het veggie is natuurlijk. Maar ik ga nu op de bank ploffen, Selling Sunset aanzetten en niks meer doen. Het is 8 uur, dus het mag ook wel eens. Nu ik alleen eet, neem ik dus niet eens de moeite om het een beetje gezellig te maken. Nee, ik eet gewoon uit de bak, op de bank,
Met Netflix aan, ja jongens. Dat is de realiteit. En ik geniet ervan. Zo grappig hoe dat werkt. Vorige week vertelde ik jullie dat ik nog helemaal niet echt me had ingelezen wat betreft bevalling, opvoeden, baby's, noem maar op. En deze week, ja, misschien omdat ik het uitgesproken heb, ben ik ineens een beetje nieuwsgierig geworden. En voel ik ineens de ruimte in mijn hoofd om toch alvast een beetje te spieken naar wat de mogelijkheden zijn. En ik vraag me af of dat te maken heeft met het feit dat ik het dus vorige week hardop heb gezegd. Waardoor ik een beetje die druk ervan afhaal. Van, je hoeft er niet mee bezig te zijn als je dat nog niet wilt. Maar het mag. Hey ol. Nog maar een week tot dat Toon hier is. En dan 2 dagen later gaan we verhuizen. Gaan we allemaal samen in het vliegtuig, ol. Gaan we gezellig met z'n allen? Kom je bij me al? Ja. Ga je hier lekker liggen? Nou, dat is gezellig. Maar waar wilde ik heen? Zodoende begon ik dus ook deze week een beetje in te lezen over tweetalig opvoeden. Want ik weet niet of ik dat wel heb genoemd hier. Volgens mij wel. Maar wij hebben het plan om de baby sowieso tweetalig op te voeden. Waarbij Toon alleen Spaans spreekt en ik Nederlands. Op nummer 1 komt dat omdat ik wil dat de baby met mijn familie kan communiceren natuurlijk. Ondanks dat we in Spanje wonen. En mochten we ooit besluiten om toch terug naar Nederland te verhuizen. Dan is dat in ieder geval geen taalbarrière voor het kindje. Dus vandaar. En ik ben zelfs aan het kijken op dit moment naar de mogelijkheden om eventueel het kindje naar een Engelse opvang te sturen. Want die heb je best wel veel aan de Costa del Sol. Het schijnt namelijk zo te zijn dat het brein van een tweetalig kind of een tweetalige baby langer flexibel blijft dan dat van een eentalig opgevoede baby. En dat zie je terug in momenten waarop meerdere talen tegelijk gehoord worden. En uit onderzoek bleek dus dat baby's die in het eerste levensjaar al 2 talen meekrijgen, nog heel goed kunnen focussen op nieuwe talen die binnenkomen. Terwijl een baby die eentalig is opgevoed, als die bijvoorbeeld Nederlands opgevoed, soort Nederlands en Spaans, dan zag je in dat onderzoek terug dat de baby echt puur en alleen op het Nederlands focuste en niet meer echt die Spaanse signalen opving. Dus dat is super interessant. Dat, denk ik, betekent dus dat mocht je nog een taal in de mix gooien, daar staan ze enorm voor open, zeker op die jonge leeftijd. En die hersenen zijn dus nog zo flexibel dat het allemaal als een soort sponsje wordt opgezogen. Het lijkt me wel een uitdaging. Misschien is dat Engels ook wel echt te ambitieus. Misschien vinden we helemaal geen goede opvang, dat moeten we allemaal nog maar zien. Maar in ieder geval het Spaans en Nederlands. Ik heb er wel heel veel zin in. Ik denk dat het een uitdaging wordt, maar ik heb er ook wel vertrouwen in dat wij onze manier daarin gaan vinden. En ik deel dit omdat ik het super interessant vind. Echt, ik wou dat ik tweetalig was opgevoed. En omdat ik benieuwd ben naar of jullie tips hebben. Boekentips, podcasts, video's over dit onderwerp. Please share them with me. Want ik wil er heel veel over lezen. En dit is mijn outfitje van vandaag. Ik heb een controle bij de verloskundige, de laatste controle in Nederland. Zo gek. Ik denk dat we weer naar het hartje gaan luisteren, dat ze weer even gaat voelen waar mijn baarmoeder zit. En het een en ander bespreken voor onze verhuizing. Het is gek dat ik me niet zo'n zorgen maak, omdat ik hem zoveel voel bewegen. Dat is wel echt een geruststelling. En dat al wekenlang natuurlijk. Zit je lekker? Zit je lekker, meneer? Luid en duidelijk, vriend. Ja. Nou, het zat allemaal geweldig. Ik ben vandaag precies 24 weken. Echt een besefmomentje. En dat is ook echt een mijlpaal. Want vanaf 24 weken is een baby levensvatbaar. Blijft nog maar lekker lang in mijn buik, hoor. Maar dat is wel een speciaal momentje dus. En ik ben naar de kapper geweest. Het zit nu alweer niet even, want ik moest door de regen lopen. Maar het ziet er weer een stuk verzorgder uit. Het Spaanse woord van de week is... Het Spaanse woord van de week. El cerebro, de hersenen, het brein. Daar hebben we het veel over gehad in deze vlog.
van het kind. Dus ja, hopelijk tot de volgende vlog. Alweer de laatste vlog, denk ik, in Nederland. Hoe dan?